de Philips Innovation Experience. In het klokgebouw op Strijpes, het gebouw waarvanuit Philips vroeger opereerde, werden de nieuwste uitvindingen getoond. Op verschillende gebieden liet het bedrijf zien wat ons in de toekomst te wachten staat. Op het gebied van verlichting bijvoorbeeld, sfeerverlichting en zakelijke verlichting. Hier praten we over een techniek Pure Detail, waarbij we met LED-verlichting werken, waarbij we zorgen dat de structuur van de materialen heel goed uitkomt. En jullie doen ook dingen met mode? Ja, dat klopt. Hier het gedeelte waar we over shopverlichting praten. Hier links hebben we de Smart Store, waarbij we over een dynamische verlichting praten in de winkel op de achtergrond. En spots die we kunnen laten wisselen van lichtkleur, zodat we aan de hand van het seizoen en de collectie de verlichting kunnen aanpassen. Kunt u eens uitleggen wat voor apparaat je daar op tafel staat? Wat we hier hebben is een systeem waarbij de patiënt zelf thuis regelmatig de bloedwaardes kan controleren. En op die manier op afstand door de oncoloog gevolgd wordt. Gaat het volgens volgende werking. Dus eigenlijk net als een diabetespatiënt maak je een vingerprik. De bloeddruppel wordt in de cartridge gestopt en de reader die meet dan de resultaten. Die staat draadloos in verbinding met de handheld tablet, die de resultaten samen met een korte vragenlijst over hoe de patiënt zich voelt automatisch naar de oncoloog wordt verstuurd. En hij kan kijken dus of er eventueel een ongewenst voorval komt. Je hebt zojuist iets nieuws onthult, maar wat is het? En wat hebben we eraan? Wat hebben we eraan? Reinigen van de huid is essentieel voor een mooie en gezonde huid. Dus daarom lanceren we Philips VisiPure. Dat is een elektronisch apparaat dat de huid reinigt. Net zo zacht als dat je het met de hand doet, maar dan 10 keer effectiever. Dit is absoluut het nieuwste van het nieuwste. Ja, hoe werkt het? Kun je het eens laten zien hoe dat precies gaat dan? Ja, zeker. Dit borsteltje, dat kun je ook wel zien. Het draait en het gaat eigenlijk verticaal op en neer. Door het verticale op en neer beweging worden de onzuiverheden, dus vuil en make-up resten, naar boven gehaald in de huid. En door de draaiende beweging wordt het verwijderd van de huid. En dus hou je een hele schone, stralende huid over. We staan nu in het gedeelte duurzaam leven. Een apparaat heb je naast je staan. Wat is het precies? Wat kan je daarmee? Nou, dit is de homecooker. Die hebben Philips en Jamie Oliver samen ontwikkeld. Samen vinden we het belangrijk dat mensen iedere dag kunnen genieten van een complete verse maaltijd. En homecooker maakt dat mogelijk op een makkelijke manier, zelfs op je meest drukke dagen. Ja, want hoe werkt het precies? Nou, de homecooker combineert meerdere kooktechnieken. Dus hij bakt voor je, hij roert voor je, hij stoomt voor je, hij kookt voor je. Plus, je kunt tijd en temperatuur instellen. Dat betekent dat je ook tijdens het proces, tijdens het koken, er niet bij hoeft te blijven staan. En daarmee krijg je 75% van de tijd die je normaal gesproken achter het fornuis staat, krijg je terug.